dat was best wel cool, Carl. Oh, volgens mij heeft iemand hulp nodig. Heeft iemand de chocola uit Karins winkel gestolen? Heeft Gerrit het gestolen? Dat geloof ik niet. Zo te zien kan Mathilde hem niet vangen. Je moet haar helpen. Carl, kan je in een politieauto transformeren? Dan kan je het onderzoek helpen. Waar heb je de chocolade verstopt? Je hebt het niet gestolen. Wie dan wel? Jerry? Natuurlijk! Kijk, hij ontsnapt! Sluw. Inderdaad, hij blijft je blokkeren. Wil jij dat ook doen? De hi-fi. Ik begrijp het niet. Oh, ik begrijp het. Door de lage frequenties vallen de stenen. Jerry, je staat onder arrest. Jerry, dit is je straf omdat je alle chocola hebt gestolen. Inderdaad, een heerlijke straf. Geniet van jullie lekkere shakes, jongens. Wauw, Jerry, ben jij dat? Je ziet er prachtig uit voor de parade voor het Chinees nieuwjaar. Ben jij de eerste auto
Voorzichtig, Jerry. Je wil geen ongelukken veroorzaken. De parade gaat zo beginnen. Neem je plaats in, Jerry. Veel plezier. Ga niet te snel, want de rest kan je niet bijhouden, Jerry. Wat is het, Jerry? Heb je motorproblemen? Voorzichtig, Billy. Jerry heeft motorproblemen. Oh nee, we moeten Supertruck roepen. Help, Carl. We hebben je hulp nodig. Jerry is de eerste auto in de parade, maar hij heeft een ongeluk gehad. De hele parade staat nu stil. Kan jij helpen? Perfect. Laten we gaan. Niet zo chagrijnig, Billy. Supertruck is er om te helpen. Je moet geduldig zijn. Oh jee, ze worden ongeduldig. Moet je ze horen toeteren? Waarin ga je transformeren, Supertruck? Wauw, Supertruck. Je bent een transportwagen. Ga je Jerry verwijderen voor de parade, Supertruck? Cool. Jerry staat op de laadklep. Nu is hij net zo groot als een echte draak. Laat de parade maar weer rijden. Wat is er nu, Jerry? Zie je iets verderop in de straat? Wat is het, Supertruck? Een omgevallen lantaarnpaal? Oh nee, dat is niet goed. Kijk uit! Dat scheelde weinig. Hoe ga je dit oplossen, Supertruck? Kijk achter je. Ze halen je bijna in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Goed idee. Probeer hem weg te duwen. Hij is best wel zwaar en je kan hem niet met je voorbumper wegduwen. Wat moeten we doen? Alle auto's zullen niet op tijd kunnen stoppen. Denk, Supertruck. Natuurlijk. De ST-3000. Welk gereedschap kan die lantaarnpaal van de weg halen? Snel, Supertruck. Oh nee, moet je ze horen toeteren. Raad eens, waarom is Billy zo chagrijnig vandaag? Je hebt gelijk, Billy houdt ervan als alles soepel verloopt. Ja, het is gelukt, Supertruck. En net op tijd. Kijk, kom op, draak. Laten we verder gaan. En we zijn terug bij het begin. Wat een mooie parade. Kijk, Supertruck. Billy heeft een lach op zijn gezicht. Bedankt voor het redden van de dag, Supertruck. Toeter voor Supertruck allemaal. Gelukkig werkt je toeter nog wel, Jerry. Fijn Chinees nieuwjaar allemaal. Tot de volgende keer. Wauw, Carl. Ik wist niet dat je dat kon. Ongelooflijk. Hehehe.
Oh, volgens mij heeft iemand een probleem. Ga maar even kijken, Carl. Oh nee, Jerry oefent voor de grote race, maar de racebaan ligt vol met vuilniszakken. Ze zijn vast weggeblazen door de wind. Carl, dit lijkt precies een missie voor Supertruc. Diddy-boo. Hoi Jerry. Je kijkt bezorgd. Ben je bang dat je niet meer kan oefenen voor de wedstrijd? Dat dacht ik al. Geen zorgen, Supertruc is er voor hulp. Wat is er, Supertruc? Heb je een idee? Een vuilniswagen? Ongelooflijk! Oké, laten we een schoonmaakwedstrijd houden. Drie, twee, één, af! Ja, jullie zijn allebei winnaars. Ah, wil je je vrienden vragen om je garage op te ruimen om je bekers te vinden? Supertruc, kan jij helpen? Perfect. Wauw, Jerry. Je had gelijk. Het is een rotzooi. Al je bekers zitten in één van deze dozen. Maar hoe ga je ze allemaal vinden? Gebruik de ST-3000. Een magnetische arm. Natuurlijk. De bekers zijn gemaakt van metaal en die zullen allemaal blijven hangen aan de magneet. Briljant. Kijk Jerry, we hebben je bekers. Goed gedaan jongens. Jullie hebben de dag gered. Het is de wedstrijddag. Jerry is heel opgewonden. Supertruc en Gerrit zijn er om hem aan te moedigen. Ja, Jerry wint. Wauw, Supertruc, dat is ongelofelijk. Bedankt Supertruc, je hebt alweer een dag gered. Hoi kleintjes, waar kijken jullie naar? Oh wauw, wat een mooie kerstboom. Goed gedaan Karin, de kerstboom ziet er prachtig uit. Iedereen zal het prachtig vinden. Inderdaad, er zullen ook cadeautjes komen. De kerstman heeft ze aan Penny gegeven. Ze is nu onderweg met de cadeautjes. Hebben jullie er zin in? Hoi Penny, ben je hier om de kerstcadeautjes voor Karin's diner af te leveren? Oh nee, wat hoor ik? Is er een probleem? Voorzichtig Penny, de deur van de laadruimte gaat open. Oh nee! De cadeautjes. Wat moeten we nu doen? Carl, snel! Penny heeft problemen. Ze heeft hulp nodig van Supertruc.
Supertruc, daar is Penny. Geen zorgen, Penny. Supertruc is er om je te helpen. Supertruc, Penny was onderweg met de kerstcadeautjes van de kerstman die ze bij Karin's diner moest afleveren. Ja, het is verschrikkelijk. De gasten verwachten allemaal een cadeautje. Je moet ze vinden en ze naar het feestje brengen. Supertruc, transformeer! Snel, Supertruc. Het feestje gaat zo beginnen. Weet je zeker dat het een goed idee was om in een vuilnisauto te veranderen? Als jij het zegt. Ik denk dat een raceauto een beter idee was geweest. Ligt daar een cadeautje? Oh ja, achter je. Snel, Supertruc. Leg het cadeautje in je bak en ga verder. Er moeten nog een hoop cadeautjes gevonden worden. Ja, nog een cadeautje. Ja, nog maar één cadeautje te vinden. Laten we in het park kijken. Zie jij het laatste cadeautje, Supertruc? Weet je zeker dat je hem niet ziet? Kijk achter je. Daar is hij, in de boom. Maar hoe kan je dat cadeautje nou pakken, Supertruc? Dat gaat niet werken, Supertruc. Nee, dit werkt niet. Gebruik je ST-3000. Goed idee, Supertruc. Supertruc, stop met spelen. Het feestje gaat zo beginnen. Pak het cadeautje en breng hem weg. Goed werk. Oh no. Laten we naar Karins feest gaan. Geen zorgen, Karin. Supertruc is er bijna. Ho, ho, ho. Daar komt Supertruc met de cadeautjes. Iedereen is lief geweest dit jaar. Iedereen krijgt een cadeautje. Fijne kerst allemaal. Goedemorgen, Lily. Goedemorgen, kleintjes. Waar zijn jullie naar op weg met die bouwhelmen? Ah, een schoolreisje naar de bouwplaats. Dat is leuk. Fijne reis. Wow, kijk uit. Jakkie. Houd vol, kleintjes. Er is niemand in de buurt om de brug te maken. Kunnen jullie hier wachten tot er hulp is, Lily? Goed, geen zorgen. Supertruc weet wat hij moet doen. Carl, er is een spoedgeval bij het kanaal. Lily en de kleintjes zitten vast op de brug. Kan jij helpen? Fijn, laten we gaan.
Wat moeten we doen, Supertruc? Belinda. Goed bedacht. We hebben een voertuig nodig dat kan varen. Wauw, een superboot. Dit is perfect. Oh nee, hij valt. Snel, Supertruc. Vang hem. Goed gevangen. Ah, hebben jullie dat? Oh jee. Snel, gebruik je net. Phew, dat scheelde weinig. Ben je in orde? Oh, Supertruc. Lily houdt het niet lang meer vol. Snel, gebruik je ST-3000. Gauw! Gebruik je gedachtenstraal om de brug weer te sluiten. Jackie, houd vol, Lily. Het is goed. Probeer het nog eens. Wauw, het gaat je lukken. Gelukkig maar. Geen zorgen, jullie zijn weer veilig. We zijn er. Ik ben blij dat jullie weer op schoolreisje kunnen, kleintjes. Inderdaad, Supertruc heeft de dag gered. Zoals altijd. Goed idee, Supertruc. Misschien kan het bouwteam kijken of ze de brug kunnen maken. Veel plezier, jongens. Tot de volgende keer. Goedemorgen, Massimo. Hoi, Carl. Oh, zoek je nieuwe velgen voor je moeder? Natuurlijk, het is moederdag. Oh, zo te zien krijg je een speciaal verzoek, Carl. Ga maar snel naar huis. De kleintjes hebben Karin gevraagd om cupcakes te maken, maar haar machine is op hol geslagen. Hij slingert grote deegballen in het rond. Het kan gevaarlijk zijn. Kan jij helpen, Carl? Perfect. Laten we gaan. Kijk uit, Supertruc. Houd vol, Karin. Supertruc gaat je helpen. Wauw, je bent Super Karin. Je beschermt de kleintjes voor het gevaar. Oh jee, Supertruc. Hoe ga je dit stoppen? We geloven in je, Supertruc. Waarin ga je transformeren?
Nou, Supertruc, je bent een stoomwals. Dat was indrukwekkend, Supertruc. De machine raakt oververhit. Doe iets, Supertruc, voordat hij ontploft. Als je iets weet om hem van deze gekte te stoppen, dan is het nu tijd voor actie. Snel, Supertruc. Wauw, hij is bevroren. Ongelooflijk, dat scheelde weinig. Snel, Supertruc. Het is gelukt, Supertruc. Je hebt bevroren thee gemaakt en de dag gered. Karin en de kleintjes vragen of je samen met hen thee wil drinken, Supertruc. Bedankt voor je hulp, Supertruc. We konden Moederdag niet vieren zonder jouw hulp. Je hebt echt de dag gered. Karin heeft iets speciaals voor je. Geen zorgen, Supertruc. Karin heeft niet jouw platgewalste deeg gebruikt. Ze had deeg in haar koelkast en heeft een mega cupcake gemaakt voor jou en je moeder. Fijne Moederdag allemaal!